Hallo lieve volgers, het viel mij op dat er veel reactie kwam op mijn poes. Leek het me een goed moment om een functioneringsgesprek te hebben met mijn poes. Daar is ook een opname van gemaakt en die wilde ik graag met jullie delen. Dus veel plezier bij mijn functioneringsgesprek met mijn poes. Poesje, je bent steeds populairder. Vind je dat leuk? Poes? Poes. Vind je het leuk om populair te zijn? Vind je het leuk om populair... Poes! Wat, nou zeg toch even normaal. Vind je het leuk om populair... Poes! Vind je het leuk... Ben je blij met je populariteit? Kan je toch iets zeggen gewoon? Poes! Ben je blij met je populariteit? Of wil je eten? Wat? Wil je eten? Dat vind je wel lekker, hè? Eten. Ja, dat vind je natuurlijk lekker. Wat wil je eten? We hebben geen spinazie. Wil je iets anders eten? Oké, dat hebben we wel. Maar, poes. Warm eten? Koud eten, ja, oké. Koud buffet. En wat wil je er iets bij? Zilveruitjes. Poes, ben je een vis? Je kijkt dan naar jezelf. Nee, dat is niet waar. Ik probeer een normaal gesprek te voeren en jij maakt het persoonlijk. Nou, ik vind dat wel... Ja, ga je been likken. Ga lekker je been likken, joh. Terwijl ik hier mijn kaarten op tafel gooi en mijn kwetsbaar opstel. Ben je nou eten of niet? Ben je nou eten? Nou, gauw toch op. Zalm. Gerookte zalm. Vind het lekker? Ja, ga maar kabben. Ja, dat doe jij toch ook de hele tijd? Want als ik het doe, is het niet goed. Wat vind je daar hier nou van? Ja, precies. Ik vind het jammer dat het zo gaat, poes. Ik had gehoopt dat we op een volwassen manier met elkaar om konden gaan. Want we moeten toch die lockdown door met z'n poes. We moeten deze lockdown... Je weet niet eens dat het lockdown is, hè? Nee, je weet niet eens maar niet wat het is. Wat is een lockdown dan? Oh ja, nee. Dat is een muis. Wat is een lockdown? Oké. Goed. Dan moeten we dit gesprek misschien wel eindigen. Wat dacht je daarvan? Wat? Wat? Oh ja. Ook van jou. Ik ook van jou. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Hé. Hey. Merry Christmas. Eten? Ja.